Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering. Ja, jullie zagen toch de winnen van Persie hiervoor. Nou, dan probeer ik rustig. Ja, eigenlijk een beetje verdedigen. Want als we niet verdedigen, komt er een einde aan, hè? Even kijken wat er allemaal gebeurt, maar ja. En hoe die zitten was een vakker op je op. Deze skiet moeten we in de gaten houden. Van deze map vooral. Ik weet niet hoe. Oké, ik zeg een hele kanaal. Even gaan ze wegjagen en verder trekken. Maar hoe is het een what the fuck hier ook aan te gebeuren? Ik kan de kutpersen uitjagen. Wegjagen, maar. De land wordt nog groter dan dat we hebben verwacht. Want ik ga even de paarden achterna. Weet je, ik skip dit gewoon. Doe. Ik skip het, hè. Zien we zo. We are back. We zijn weer terug, hè. Ik probeer nu de pers even uit te dagen. Dus nu overmacht tegen een klein groepje persen. Maar ik moet een groot leger maken. Want daarvoor hou ik wel een persische koning opdagen. Een faction leader zou achter raam lopen. En dat probeer ik nu tegen te houden. Voordat het er gebeurt. Wat groepen gemaakt. De tactiek is wel anders. Ja, dat is gewoon de beste in geschiedenis. Boeit geschiedenis nou. Shasje. Oké. Ik denk dat ik alleen mijn paarden hoef te geraken. Moet ik eerst kijken wat er gebeurt, hè. Shit, what the fuck hier al gebeurt. Persen zijn daarvoor te zwak. Oké. We zijn dus zo lopende strijd. Nee. Weet je wat ik doe? Gewoon die rij. Verdediging gaat voor. Die shit en wat er wat hier ook gaat gebeuren. Dus rijdt daar. Mooi. Even nachtig open. Even kijken wat op de verrader zat. Verraders vermoorden gaat voor. Ik
wil geen einde maken als Alexander doorgaat. Dan is het het einde van deze game. Weet je wat ik ga doen is... Eerst komen hun. Leid ik ze af om naar de Peltas te gaan. En dan hoor ik dit. Ik haat echt Peltas. Ze zijn echt kut verdedigen. Ze kunnen niet nadenken, vind ik. Oh, dit is shit. Ik haat echt de Peltas. Zit de Peltas eenmaal aan? Hou het. Ze zijn niet zo goede verdedigers als ik dacht. Belangrijker zijn ze. Ik probeer eigenlijk nu zoveel mogelijk gebiedje veranderen. Ach, einde. 28 man voor mezelf. Heerlijk voor ze. Nou, eigenlijk lekker voor ze. Eigenlijk. Ze zijn zwakkerlingen. Je kan gewoon niet met een overmacht verbinden. Als je tegen een overmacht speelt, dan kan je gewoon niet winnen. Dat zeg ik. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Ik denk niks interessants. Ja, ziet er zo. Ik moet heel veel. Ik moet heel veel commanders even roepen. Want anders dat ik geen commanders heb. Ja. Ik denk, ze hebben Jensen. Kijk, dan moet ik beter tegen hun. Oké, ik geef ze. Maar kijk hoe gespannen het leger is. Nou, dit wordt toch een spannende battle. Verdediging maken is belangrijk. Ja, maar dat niet grote stukken landjes zijn. Laat ik een beetje zitten op te wachten. Ja, maar dat, ik hoop dat ik nog deze aflevering dan nog krijg. Shit, what the fuck hier over gebeurt. Barkien. Ik denk de Palanijks is het slimste. Ik moet ze echt alleen maar commanderen. Anders geen hoop. Ze archers hebben. Op de archers. Eerste rij gaat voor. Die tweede rij. En die gaan op de navel. Shit.
Kardakers, kijk, gekke naam. Kardakers, Kardagers, Karta. Kardoekoertoers? Uit. Oké. Okay. Voorzichtig met Alexander moet je zijn. Want, Persian Infantry. Wat voor lui haat ik? Als vriezen. Holy shit. Ik ben gewoon groot in de minderheid en dan begin je gewoon te winnen. Gewoon weer je. Ach. Heerlijk. Als ik zie te winnen, dan vind ik het heerlijk, maar ik zit gewoon te winnen. Die kutpersen zijn lekker aan het verliezen. Lekker winnen ze al. Ik moet eigenlijk Persië beschadigen, dan win ik de oorlog. Anders win ik de oorlog niet, hè. Oorlog moet je juist winnen. Mensen vaak soms de enige oplossing. Ja. Wat is je? Alexander moet je altijd voorzichtig mee zijn, hè? Want als je geen Alexander meer hebt, dan ga je, dan verlies je. Dan is het laatste overlevering. Ah. Dat verpest ik nooit. Ah. Ik laat ze zien wegjagen. Wordt daarna groot leven. Mark je een hart. Nee. Even kijken wat er voor leger verzamelen. Dit is pot leger. Even kijken hoe die bangerik er nu mee opgaat. Holy shit. Lekker, een leider. Zonder leider zijn ze niks meer. Jankers, bange rikken zijn het echt. Ach. Ja, ik heb maar heel weinig man verloren eigenlijk op zich. Ik heb maar 49 man vermoord. Gevangen gevolgd zijn. Maar ik denk toch. Ik kijk nog even hoe ver ik nog kan naar de Persische Rijk. Om de grote Persische Rijk wordt. Ik stuur nog een groep naar Lapasakus. En jongens, in de volgende aflevering gaan jullie kijken hoe ik Lapasakus kan inmaken. Captain Zeus. Ja, en dan probeer ik nu de rest bedwang te houden, hè. Ik denk... Ah,
Ach, saaitje. Oké, jongens, leuk dat jullie naar mijn aflevering kijken. Later en doei.